Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Gamersnet Gear, waarbij we alle randapparatuur omtrent games bespreken. Netjes. En vandaag hebben we een scherm. Een nieuw scherm van MSI, waar ze recentelijk op in zijn gestapt. Ik bedoel, naast hardware doen ze tegenwoordig ook gewoon schermen. En dat is dan de Optix Rakes, de serie. En dit is dan in specifiek de MPG27CQ. Juist. CQ, een hele goede monitor eigenlijk. Of in ieder geval echt typisch op de gamer gericht. Dus right off the bat, je krijgt 144 hertz, je krijgt een WQHD resolutie, 1 milliseconde responstijd. En natuurlijk, dit is de unique selling point die je nou ook meteen gaat zien, van die ledjes aan de onderkant. Ledjes. Als ik zeg gamen apparatuur, dan zeg je RGB. Ledjes. Ja. RGB. Nou ja, dat is de laatste tijd natuurlijk wel de trend. En MSI doet dat, maar ze doen het op een nuttige wijze. Wow. Dus jongens, dit is niet zomaar alleen. Waarom hebben we. Ik moet hem ook hebben. Ja. Koop dit nu. Want we hebben functionele ledjes. Voor het eerst in de RGB history zo'n beetje. Nee, ik ben er wel van overtuigd dat sommige ledjes wel functie kunnen hebben, maar MSI is wel een stapje verder gegaan en zijn wel met iets heel nieuws gekomen. En dat is dus dat die ledjes aan de onderkant zijn niet alleen maar gewoon van leuk in te programmeren, maar die corresponderen ook met bepaalde games. Oké, want dat is natuurlijk inderdaad die ledjes, daar moeten we het sowieso zo meteen heel even over gaan hebben. Voor de wat minder gear georiënteerde kijker onder ons. Je noemde net allemaal al wat specs achter elkaar. Ja. En dat is eigenlijk ook, denk ik, de vraag die heel veel mensen gaan hebben. Wat is nou het verschil op die lampjes na dan tussen een gewone monitor, dus gewoon is er natuurlijk niet echt, maar een andere monitor en een gaming monitor. Wanneer is iets gaming? Nou, dit is altijd wel leuk, want gaming is over het algemeen wel echt een marketingterm, maar ik heb het idee dat in de schermen kan het wel echt heel veel baat hebben. Dus allereerst krijg je die WQHD resolutie, dus je game wordt gewoon groter en scherper, basically. Dat is in principe wide en QHD is zit dus tussen iets, 4K en 1080 in. Dus het is nog wel 16:9, 27 inch, maar je krijgt dan nu dus 2560 keer 1440 pixels, dus groter dan je Full HD resolutie. Ja, anderhalf keer geloof ik. Ja, zo ongeveer inderdaad. Het is dus net niet 2K eigenlijk. Maar wat je daarbij nog krijgt is dan dus ook de 144 hertz. Wat dus gewoon wil zeggen dat als je game en je PC het aan kan, dan kun je dus gewoon op 144 frames per seconde spelen. Er zit AMD FreeSync op, waardoor je met je AMD videokaart, als je hem hebt, kun je ervoor zorgen dat je gewoon de meest stabiele framerate verversing hebt en dergelijke. En dan is hij natuurlijk ook nog een beetje curved en heeft hij een korte response tijd. Zit ook de Nvidia? Nee, de G-Sync zit er niet op. En dat zie je nou de laatste tijd dat toch wel veel monitorfabrikanten, ze zijn heel lang voor alleen AMD gegaan. In dit geval ook nog. Je ziet af en toe wel wat meer schermen ook de G-Sync openen. Heel soms is er zelfs de sync die allebei de kanten op kan gaan. Maar dit is dus in het geval alleen dus als je een AMD videokaart hebt, dat je er iets aan hebt. Juist. Maar goed, je hebt altijd baat van die 1 milliseconde responstijd en je kunt ook zonder die AMD videokaart zou je gewoon 144 hertz kunnen halen. Ja, precies. Oké, dus even in de Jip en Janneke taal. Ja. Als jij een hele goede game PC hebt en jij lokt je spelletjes op meer dan 120 frames per seconde, dan heb je daar in essentie vrij weinig aan op het moment dat jouw monitor niet ook 120 of meer beeldjes per seconde kan verversen. Dus dat knipperen van je lampjes. Dat kan deze dus op 144 hertz en dat is op dit moment denk ik wel een beetje het hoogste wat je kan krijgen. Nou, we hebben een tijdje terug hebben we natuurlijk ook eentje gehad van 240. Maar dat slaat gewoon nergens meer op eigenlijk. Want dat is in de marketing natuurlijk super om te hebben. Van, 240 is bijna het dubbele van wat iedereen als het meeste ervaart. Maar het punt is natuurlijk dat het is handig bij competitieve spellen. Bij multiplayer games, met Counter-Strike Go bijvoorbeeld. Maar die games die hebben vaak maar een soort van ping rate. Dat ze niet boven die frames. Weet je kunt die frames natuurlijk wel klokken, maar je hebt er niet meer informatie van uit je online game. Dus 144 is inderdaad wel een beetje de gulden standaard. Want hoger is in 9 van de 10 gevallen gewoon niet heel nuttig. Dat topt het inderdaad wel af. Nou, het is dus natuurlijk wel echt voor de gamer. Want menig niet-gamer zal zeggen dat het menselijk oog niet meer dan 24 frames per seconde kan zien. Ja, nee, inderdaad. Nou, wij gamers weten het natuurlijk wel beter. Goed, die ledjes, je had het er net al over. Ja, normaal dat is dus ook iets waar je beter van gaat gamen. Beter van gaat gamen. Want als we kijken naar andere fabrikanten, eigenlijk bijna elk gaming gear wat je hebt heeft ledjes, of RGB-ledjes. En 9 van de 10 keer is dat natuurlijk voornamelijk voor de looks. En ik vind het voornamelijk altijd bij muizen heel kansloos. Omdat ik dan denk, als ik aan het muizen ben, 1, ik kijk bijna nooit naar mijn muis. Nee. En 2, bijna meer dan 80% van de muis is gedekt. Hij ligt tenminste nog in je zicht. Denk eens aan een headset met RGB. Oké, dat is misschien nog wel erger. Dat is misschien inderdaad nog wel het ergste. Dat is echt het toppunt maar van, dit, kijk mij cool zijn. Kijk, en dat is ook inderdaad een punt. En dat is waarom de meeste mensen ook zeggen van, nou ja, dat is niet echt nuttig, die ledjes. Deze zitten wel in je beeld. Ja, er zitten ook op de achterkant. Dat is puur voor stijl. Maar die voorop, die zitten wel een soort van in je peripheral vision. Je kijkt dan naar het scherm en dan zitten onderop ledjes.
Nou zijn er bepaalde games die daar dus dingen mee doen. Die daar dus informatie op kunnen afspelen. Want wat maakt het, je zei net al, wat maakt het dan nuttig? Nou waarom heb ik er Het draait dan op de SteelSeries Engine 3. Dat zou ik zeggen is niet de beste software daarvoor alle tijden. Maar MSI en SteelSeries zijn buddies, dus alla. Oké, het werkt bijvoorbeeld met Counter-Strike Global Offensive. Dan kun je instellen met de SteelSeries Engine. Ik wil dat dit ledje gaat knipperen als ik bijna dood ben. Ik wil dat dit ledje een soort van met verschillende kleuren aan mij gaat vertellen hoeveel ammo ik nog heb en dergelijke. Okay. En als ik dan bijna door mijn ammo heen ben, gaat hij ook knipperen of wordt hij een kleur die mij opvalt en dergelijke. Ja, ik zou zeggen die informatie staat ook op het beeld als het goed is. Ja. Maar het is hier wel iets subtieler dat je niet naar een cijfertje hoeft te kijken, maar dat het een soort van lichtindicator kan zijn. Waar ik meteen aan moest denken is, ik heb best een tijd hardcore Battlefield gespeeld. Mm-hmm. En ook als je heel veel online tipvideo's bekijkt, en dat geldt denk ik voor heel veel shooters, is dat ze vaak aangeven dat je in je settings moet zorgen dat je HUD zo dicht mogelijk naar het midden toe staat. Ja, dat is echt een ding. Want dan zie je het sneller, maar dan zie je game toch ook minder. Nee, alleen dus je HUD. Dus wat dat betekent, dus als jij in het midden zeg maar je reticle hebt voor het schieten, dan dus minder tijd kwijt bent met je ogen naar je minimap of naar je ammo indicator rechts onderin gaan, dat minder tijd kost, zodat je altijd goed voor je uit kan blijven kijken in zo'n game. Ja. Klonk voor mij wel heel farfetched e-sports, maar ik kan me voorstellen, als jij instelt dat deze fel geel gaat knipperen als je bijna door je ammo bent, dat je überhaupt je hele ogen helemaal niet meer van je richtertje af moet halen. Ja, dat is ook waar MSI dus zich ook op toespitst hier. Ze zeggen van, nou ja, het zit in je zicht en het valt wat sneller op dan echt daadwerkelijk gaan kijken naar cijfertjes van, oh, ik heb nog 19 kogels. Ja, nou, het werkt in Counter-Strike Global Offensive, maar natuurlijk het nadeel is weer dat je moet wachten tot er fatsoenlijke support komt voor die SteelSeries engine met dit scherm. Want er zijn natuurlijk tal van games waarbij het niet gaat werken. Bijvoorbeeld een Overwatch zit vast aan Razer, want Blizzard en Razer zijn buddies. Dus dat ga je waarschijnlijk niet zien. Dan moet ik wel zeggen, Discord heeft bijvoorbeeld ondersteuning. Dus als je een melding krijgt terwijl je in je game zit, dan kan die paars gaan knipperen van, hey, je hebt een berichtje op Discord. Dat is tof. Dat soort dingen zijn nuttig, maar het is natuurlijk wel, het zit heel erg in de kinderschoenen nu. En ik vind het concept tof, maar het is natuurlijk wel echt heel erg een niche geval. En er moet echt meer support komen. En ik zou ook zeggen, MSI, stap eens een keer van SteelSeries af. Want SteelSeries, misschien gaan ze wel weer terugkomen, maar die zijn een beetje de laatste paar jaren zijn ze echt een beetje af aan het wateren. De meeste mensen kiezen niet zo snel meer voor SteelSeries gear. Het is wat minder bekend of onder het publiek. Het was heel lang echt het e-sport merk en dat is de laatste tijd gewoon steeds minder en minder aan het worden. Dus meer Razer-achtig. Ja, het is ook door verzadiging van de markt hoor. Het is niet alleen Razer, maar omdat er gewoon veel meer partijen komen die hetzelfde ook proberen te doen. Logisch. Ik zou zeggen SteelSeries heeft vooral nu een van de oudste software voor hun RGB-controle en zo. Dus dat is een beetje, weet je, Corsair heeft net vernieuwd, Razer heeft net vernieuwd. En dan SteelSeries is nog steeds dat spul wat je ook in 2012 zag. Dus dat is een beetje, precies. Zou je toch hopen dat ze wat harder aan gaan klussen en dus ook dat er meer games support voor krijgen? Denk, heel eerlijk gezegd, alweer een beetje to sum up. Want er valt nooit heel veel meer te vertellen over schermen, denk ik. De kleuren zijn goed. Ja, de kleuren zijn goed. Het is een VA-paneel, dus dat is al fijn dat je niet op een TN-paneel zit. Dus wat dat betreft, het is niet de meest vooruitstrevende technologie, maar het is er gewoon wel eentje met gewoon prima contrastratio. Ja, hij is niet zo heel fel, moet wel gezegd worden. Dus hij doet een contrastratio van 3000:1. Ja. Maar hij heeft 300 nits ook, of 400 nits, sorry. Dus dat is niet het felste scherm ooit. Dus als jij echt onder de zon aan het gamen bent, dan niet. Maar gewoon voor je nachtelijke e-sport sessies is dat echt meer dan redelijk. Ja, maar goed, inderdaad ook op lamparts en dergelijke is 9 van 10 keer natuurlijk ook het licht uit. Ja, pikdonker natuurlijk, zoals het hoort. Oh ja, zoals je, dan zie je natuurlijk ook die ledjes wat beter. Ja, die ledjes op de achterkant zijn wel, vind ik ook wel een ding hoor. Ja, waar is dat dan voor? Ja, dat is dus puur voor looks, maar MSI zegt ook van, nou ja, als je dan bijvoorbeeld op zo'n LAN-party bent met je team, dan kunnen zij bepaalde informatie ook weer van jouw scherm aflezen. Van de achterkant van je scherm. En dat vind ik dan weer te farfetched. Die voorop, die achterkant, kom op, dat is alleen maar voor de looks. Er gaat geen enkele e-sporter gaat zijn hoofd uit de game halen om naar iemand anders zijn scherm te kijken. Blauw, dus hij heeft 60% health of zo. Het is ook een beetje counterproductive, als in het gaat een beetje tegen hun principe van de voorkant in. Dus van hoef je zo min mogelijk te kijken. Terwijl dan zou een van je teamgenoten over zijn scherm heen. Ja, dus dat is een beetje. Dat is niet je peripheral vision, zou je zeggen. Precies. Dus dat zou je ook in de sfeerbeelden zien dat aan de achterkant zijn ze ook best wel in zo'n soort van. Ja. Zo noem je dat zo'n. Een beetje technologisch patroontje, een beetje alien-achtig. Ja, dus dat is wel echt puur looks. Maar goed, 144 hertz. QHD is gewoon een prima resolutie. Hij heeft mooie kleuren, zeg je.
Ik vind hem op zich gewoon qua hoe hij eruit ziet ook wel echt heel slick, denk ik, in je setup. Zeker ja. met de ledges voor en achterop. Gamer, maar niet te gamer ook. Nee, bedoel, precies. In de vorm niet. Wel gewoon het mooi het zwart en dergelijke en het gestaalborste aluminium en het logo gewoon mooi, maar niet te overdreven met van, oh, er zitten allemaal gekke, rare vormen aan. Ja, die nee, ledges, dan maar goed. Als je dat niet leuk vindt, zet je ze uit. Oké, maar hoeveel zijn we dan kwijt voor dit degelijke beestje? Dit degelijke beestje gaat over de kop voor €450. Okay. Is flink, maar zou ik zeggen is niet onredelijk als je bedenkt die resolutie, die responstijd, die prima kleuren. Ja, en natuurlijk, vooral het unique selling point zijn natuurlijk gewoon die ledjes. En daar moet je het ook wel een beetje voor doen. Als je zoiets hebt van, ik speel veel Counter-Strike, dat soort dingen lijken me tof. Ja, dan zit je hier aan te denken, ja. Ja, precies. Plus overigens, ze hebben ook nog een grotere variant. Als je zoiets hebt van 450, Dan is en er ook een zakken. Ja, nee, maar ik vind hem in ieder geval vrij redelijk, die prijs. Het is nog steeds een flinke duit, tuurlijk. Maar wat het doet en wat het levert, prima. Ja, ik wou zeggen, voor de ledjes voor en achterkant, sowieso voor rond 44 hertz betaal je sowieso wel wat meer. Ja. Design is ja, 9 van de 10, €450 voor een gemiddelde PC-gamer. Is dat wel onderdeel gewoon van zijn setup, denk ik. Ja, plus ook curved, daar zit je ook alweer vaak €100 boven andere dingen. Dus dat is, ja. Oh, en goed verstelbaar is ook niet onbelangrijk. Nee, we hebben wel de schermen gehad die echt fantastisch waren, maar gewoon echt... Niet omhoog naar beneden. Nee, maar dit is echt swivel, tilt, omhoog, omlaag, alles. Ja, dat is voor gamers natuurlijk ook heel belangrijk. Oké. Dus de sum-up denk ik, de MSI, Optix, MPG, CQ. In één keer goed. CQ, een hele goede monitor. Ja, dat is gewoon denk ik een hele goede monitor. Zeker ook voor zijn prijs. En ja, als je houdt van die ledjes en je ziet daar ook daadwerkelijk potentie in, dan is het denk ik zeker elke cent waard. Ja, maar nou wel even doorklappen SteelSeries en MSI, dan willen we ook wel meer games zien die het supporten. Inderdaad, meer games die dat dan supporten. Of en meer websites, dat wij ook kunnen zeggen als er een nieuw nieuwsbericht is, dat die dan blauw gaat oplichten. Dat zou heel dope zijn. Just saying. Zeker met, als je dat met Google Chrome doet, met extensies, dan zou dat zo kunnen. Ja, goed. Het is ook weer dat SteelSeries het weer in de handen laat van de mensen zelf. Van, je kunt zelf die API overtrekken en dergelijke. En, dus, en die software waarvan je zei om die ledjes in te stellen is ook weer minder prettig als hoe de concurrent dat doet eigenlijk. Ja, dat zou, daar moeten ze dus ook wel even op klappen, zou ik zeggen. Tenminste, als ik SteelSeries was, zou ik eraan gaan werken, want iedereen update nu zijn software en je ziet Corsair en Razer die maken daar best wel grote punten mee, dus score dat ook, zou ik zeggen. Dus kortom, monitor zelf hartstikke goed, alleen het is weer even de software waarmee je die monitor next level kan krijgen. Hoppatee. En dat is onze tip aan jullie. Fix software. En dat was voor Gamers Gear deze week. Ja. Als je er meer over wil weten, komt er een geschreven artikel aan. En natuurlijk, we zijn er elke week met andere, hoe zei je dat nou zo mooi? Randapparatuur omtrent games. Hoppatee, dat behandelen we. Elke dinsdag. Gamers.nl. Prachtig. Tot ziens. Thanks, Adam. Thanks, Tom. We zwaaien? We gaan zwaaien.